Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. En nieuw in het RTLZ-beursspel is de serie Hoe beleg jij? Succesvolle beleggers delen hun kennis op het internet, zogeheten finfluencers. Met vandaag Roan Nijboer. Janneke Willemsen zocht hem thuis op. Hey, wat leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. Ik ben Roan Nijboer, 34 jaar. Ik help mensen met beleggen, met trainingen. Maar we hebben ook een podcast die heel goed geluisterd wordt, waardoor mensen eigenlijk het gevoel hebben dat ze bij ons aan de keukentafel zitten. Ja, ontzettend gaaf dat je luistert. Mijn naam is Roan. En mijn naam is Barbara. Ik ben begonnen met beleggen toen ik 15 was. Weliswaar via mijn vader, want je mag zelf geen eigen rekening. Maar hij liet mij op teletext de beurskoersen zien van de 25 grootste Nederlandse bedrijven. En dat concept vond ik heel fascinerend, dat je dan geld kon verdienen terwijl je eigenlijk zit zonder je arbeid te leveren. Ja, mijn doel als ik er een bedrag aan moet koppelen is 1 miljoen. Want dan kan ik met 10% rendement 100.000 per jaar verdienen. En daar kan ik prima van leven. Dat geeft mij financiële vrijheid, zoals bepaalde finfluencers dat heel hip zeggen. Nou, ik ben er eigenlijk niet zo van. Ik vind het gewoon beleggen heel leuk en ik blijf dat spel doen. En ook al heb ik dat bereikt, dan ga ik gewoon door. Ik selecteer de beste aandelen die ik denk dat over 10 jaar een stuk groter en machtiger zijn. En daarbij bekijk ik de jaarverslagen. Ik probeer te praten met het management. Ik test de producten, of ik daar fan van ben en wat de kwaliteit is. En zo probeer ik door heel veel uur onderzoek te doen naar enkele bedrijven. Want er zijn zoveel beursgenoteerde bedrijven. Maar ik probeer me te focussen op enkele bedrijven. En dat heel goed doen en daarmee mooie rendementen te behalen. Nou, ik moet bijvoorbeeld het bedrijf al kennen. Want als ik ga niet iets in de biochemie doen. Ik ben geen scheikundige. Dus heel veel valt al gelijk af. Ik moet bijvoorbeeld een product geweldig vinden. Of ik moet een bepaalde CEO van een bedrijf geweldig vinden. Of de cijfers moeten zo aantrekkelijk zijn dat ik denk van, nou, dit is wel een kans. Dit verdient verder onderzoek. Waar ik eigenlijk naar op zoek zijn best wel saaie bedrijven. Want de meest hippe bedrijven, dat zijn vaak geen goede belegging. Nou, één bedrijf waar ik 11 jaar lang aandelen in heb gehad is Holland Colors uit Apeldoorn. Dat is echt een heel klein bedrijfje met een omzet, ja, rond de 100 miljoen. Waar heel veel beleggers juist niet naar kijken. En dat vind ik juist heel interessant. Want waar andere beleggers niet naar kijken, ja, daar zit soms, als mensen ergens niet kijken, dan zit er juist extra veel waarde door daar wel te gaan kijken. Ja, ik heb heel veel blunders gemaakt waarbij ik geld heb verloren, maar er is ook een hele waarbij ik heel veel geld eigenlijk heb misgelopen. Want dat is ook bij beleggen. Bijvoorbeeld Chipotle Mexican Grill. Dat is eigenlijk een nieuwe McDonald's, een wat gezonde McDonald's, alleen in Amerika actief. Had ik het bedrijf helemaal onderzocht, 100 uur onderzoek ingestopt. Maar ik dacht, ik wil daar eerst heen om daar dat restaurant te proberen, kijken de kwaliteit van dat voedsel, wat doen mensen daar, een beetje observeren. Maar toen dacht ik, hele week daar gegeten, elke avond. En op een gegeven moment dacht ik, nu ga ik kopen. Maar toen logde ik in, stond de beurskoers die dag 50% hoger. En toen durfde ik het niet meer, want het is heel moeilijk om bij te kopen als de beurskoers is gestegen, want dan denk je, dan is het duurder. Alleen had ik het toen nog maar gekocht, want het ging eigenlijk keer 3. Mijn tip is, als mensen beginnen met beleggen, is dat ze best wel veel gaan handelen. Dat ze informatie krijgen en denken dat ze moeten handelen. En uit een onderzoek is wel eens gebleken dat de dode belegger de beste belegger is. Dan heeft een broker gekeken in de portefeuilles van beleggers. En degenen die overleden zijn, die handelen dus niet meer. En die halen de beste rendementen. En dat is niet voor niks een hele belangrijke les. Dus handel niet te veel.